onderwerp. Ik wil eventjes een klein oefeningetje doen voor de gewrichten. Voor de elleboog en de pols. Kan je gewoon met een stok. Kan je hem zo vasthouden. Dan ga je hem draaien. Dat het precies omgekeerd is. Maar dan gaat dit stukje er overheen. Hop, zo kijk. Over de elleboog. En dan pak je hem zo vast. Als je hem zo vast hebt, dan draai je met je heup naar de buitenkant, zodat die stok makkelijk daar weer gewoon kan draaien. Dit kan je ook gewoon zelfs met duim en wijsvinger doen, totdat je weer beneden bent. En hij weer helemaal boven is, dat de onderkant weer voor je draait. Daar ga je weer rustig draaien, 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 draaien. Weer in je elleboog. Elleboog betekent draaien, omdraaien. En weer zo draaien totdat die stok niet meer verder kan. En dat die precies hier zo aan de achterkant van je lichaam zit. Dan kan hij weer daar draaien. Hop, heb je hem. En dan weer door. Hop. 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 En dat ga je steeds weer in een bepaalde flow ook zien te krijgen, zodat je niet meer stopt tegen je lichaam. En dat je dan gewoon lekker zo kan draaien. Hup, 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 hup. En zo ga je lekker heen en weer. Hup. Dus als iemand ook in een aanval maakt, dan heeft hij dit gewoon lekker ertussen. Hup, 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 hup erin. Op, erop. En tak. Heb je die kip? Goed zo.